De staat Suriname heeft geen andere keus dan uitvoering te geven aan het vonnis zoals toegewezen door het Hof van Justitie. En dit zegt Audrey Jongassi. Zij is de advocaat van transseksuele Ivana Perez Simpson. Ivana mag melding maken bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken dat zij vrouw is. Ivana heeft na haar lichamelijke veranderingen een verzoek aan de kantonrechter gedaan voor verandering van haar voorname eerst. Die paste bij iemand van het mannelijk geslacht. En die wijziging is dan toegewezen middels dus een kantmelding in de datumbestemde registers bij CBB. Voort heeft ze in een procedure tegen de staat Suriname in het jaar 2015 heeft het verzoek gedaan om middels kantmelding dan haar geslachtaanduiding in dus de desbetreffende registers van CBB te veranderen van dus mannelijk naar vrouwelijk. Dus de M moest veranderen in een V. Het verzoek is dan bij vonnis van de kantonrechter op 11 januari 2017 toegewezen. Echter is de staat Suriname toen in hoger beroep gegaan tegen dit vonnis. En uiteindelijk heeft het Hof van Justitie dan in het vonnis van 21 januari 2022 het vonnis in eerste aanleg bevestigd. En is dit vonnis dan ook in kracht van gewijzigd gegaan. Simpson heeft in 2009 een geslachtsveranderingsoperatie laten uitvoeren door medici. Zij is als kind van het mannelijk geslacht geboren, maar volgens Jongassi beschikt Suriname nog niet over wetgeving ten aanzien van transgenders. Er is tenminste een basis gelegd, geeft de jurist aan. Het is dus niet specifiek. Dit vonnis handelt specifiek over een geval van een transseksuele. Laat mij dat ook direct zeggen. Het is niet zo dat elke persoon die zich niet prettig voelt in haar lichaam en denkt van ik behoor tot het andere geslacht. Het zal niet zo zijn dat je zo makkelijk een beroep zou kunnen doen op dit vonnis en zeggen van ik wil van geslacht veranderen. Je zal dus ook wel moeten voldoen aan bepaalde kenmerken om dus daaraan te voldoen. Maar in elk geval is het zo dat wij zitten met een groter probleem. En dat is ook dat dus de mensen die behoren tot de groep van dat wat u heeft genoemd, die zitten dus ook met andere zaken als dus erkenning van hun, een huwelijk tussen dus mensen van hetzelfde geslacht. Noem maar op het erkennen van een kind wanneer het gaat om mensen van hetzelfde geslacht. Dan kunnen zij bijvoorbeeld een kind niet samen adopteren of wat dan ook. Dus het zal dus wel zeker een leidraad zijn voor dus wetgeving, toch? Het is in elk geval een heel belangrijk vonnis. En zoals dus inderdaad dus gesteld is geworden door deze groep, dat zij dus in elk geval een beroep kunnen doen op dit vonnis straks, om dus wetgeving dus te doen plaatsvinden. CBB-directeur Anastasia Canapé geeft aan op de hoogte te zijn van de case Ivana Simpson tegen de staat Suriname. Volgens haar kan de staat met als uitvoerend orgaan het CBB niet overgaan tot uitvoering van het vonnis alvorens zij over het vonnis beschikt. Verder geeft zij aan dat het in hoger beroep gaan van de staat in eerste instantie niet gezien moet worden als discriminatie naar transseksuelen. In de publicatie hebben we mogen lezen dat het Hof het vonnis van 11 januari 2017 heeft bevestigd. Maar nogmaals, we kunnen nog niet tot uitvoering gaan, omdat de nodige documenten, het vonnis onder andere, nog niet, deze stukken zijn nog niet ingediend bij het Bureau voor Burgerzaken van geboorte van betrokken persoon. En bij deze heeft het CBB natuurlijk niets tegen de verzoeker. We respecteren natuurlijk de gevoelens en de handeling in navolging daarop. Maar bij het CBB gaat het slechts om de authenticiteit van de akte, van de geboorteakte, die wij moeten waarborgen.